Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer wat live Call of the Ghost gameplay. En vandaag is het op Octane. En dit is weer Ground War Domination volgens mij. Yep, het is Ground War Domination. Lekker druk komen, 9 tegen 9. En we spelen vandaag met de ARX volgens mij. Volgens mij is het de ARX. En ik heb een grip op zit en een silencer. En ik vind dit echt een wapen wat eigenlijk geen assault rifle hoort te zijn. Dit hoort eigenlijk een submachine gun te zijn. Dus we gaan proberen om hem te gebruiken als een submachine gun. Alleen het probleem is, als jij hem als een submachine gun wil gebruiken, heb jij stalk nodig. En nope, dat heb ik dus niet. En die kerel die wil een mooie kill maken met dat ding. Hé, hey, wacht, er zit een laser sight op. Hè? Dat ding is goed voor hipfire. Laten we wel eens meer proberen. We gaan eens een beetje hipfire. Nee, alsjeblieft, niet dood. Gaan door een sniper. Oh, wat? Hij zit aan onze... Oh, hij spant aan onze kant. Ik wou zeggen, hij zit aan onze kant al te campen, maar hij spant. Dat is nog leuker. Nog leuker om daar vervolgens aan dood te gaan. Oh, shit. Ik heb niet zoveel range. Dat is misschien niet zo handig. Teammates, jullie zitten daar boven. Oh, je zit niet boven, je zit langs mij. Ah, no way! Hij is... Ah, god, ik kom door de muur heen. Hé, hey, bedankt Call of Duty. Je bent perfect. Ik kom fucking door de muur heen. Mensen zien mij door de... Oh, jongen, frame drop. Mensen zien mij door de muur heen. Nou, dat is leuk. Feest. Maat, er staat iemand langs je. Ah, de manier, die teammate overleeft dat. Ik zou er niet overleven, hoor. Sowieso niet. En die kill spanta. Oh, ze staan daar, jongens. Easy kill, easy kill, easy kill. Easy kill. Nee, hij loopt... Nee, hij gaat precies achter het ding staan. Thanks. Gaat hij precies achter die auto staan. Had me kunnen killen. Ghillie shoots. Er zijn... Ja, meestal snipers, maar dat hoeft niet. En iedere keer als ik een ghillie shoot zie, dan denk ik van, dat is een sniper. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Dat is heel irritant. Inschattingsfoutjes. En ze zijn aan deze kant, maar ze zijn ook... Waarschijnlijk komen ze nou via de andere kant, zeg maar, naar ons toe. Zou ik zo zeggen. Een beetje moeilijk uitleggen. Wauw, we zitten er weer in te campen. Weer een sniper. Ik ben nou 3 keer dood gegaan. Waarvan volgens mij 3 keer echt op een kut manier. Maar ja, dat gebeurt altijd. Het is Call of Duty. En die kerel zat ik de headglitch had gezien. Weer een sniper, weer in mijn rug. Alsjeblieft jongens, hebben jullie ook wapens? Kunnen jullie ook gewoon schieten? Of is het alleen one shot, one kill wapentjes? Het is een beetje frustrerend. Constant doodgaan door een sniper. Nou ga ik dood door een... Sniper! Yay! Ah, fuck jou, ik ga naar binnen. Nope, team met blok, maar ik kon niet eens naar voren lopen. Zag je misschien wel, we gingen helemaal voor naar achteren. Van voor naar achteren, van links naar rechts. Die enemies komen niet terug, waarschijnlijk. Wow, welk wapen zei? Ach, tuurlijk AK. Ik kan het zeggen, dat moet wel. Ik ben 1 keer gekild zonder een sniper, dan kan het maar 1 wapen zijn. En dat is een AK. Yep, een AK, een kit met een ghillie shoot en een AK. Fantastisch. Het wordt steeds maar leuker en leuker en leuker. Oh, fuck dit. Oh, ID. We zijn in de Call of Duty hemel. Of eigenlijk in de hel, want het is allemaal kutdingen. Oh, sorry. Sorry, no offense. Hier is een enemy, maar ik heb niet zoveel ammo. Hij zit boven mij. Sterf. De hipfire werkt best goed met de wapen. Misschien moet ik er meer doen. En dat doe ik expres nog een keer. Omdat ik dus geen stalker heb. En dan dat aim soms best traag gaat. Dus van binnen, of van binnen. Van dichtbij of binnen in gebouwen. Dat is zelf duidelijk. Kun je dus beter hipfire soms. Ik dacht dat ik iemand aan de overkant zag. Ik weet niet zeker daar. Daar wel. Die zag ik wel net. Maar die was toen al dood. Maar dit is iemand anders. Godverdomme. Kom. Kom wel hier tevoren. Hey, wacht. Nee. Ik heb een noobtube. Hoe kan ik dat ding gebruiken? Hoe de fuck gebruik ik noobtubes? R1? Wat de fuck is dat voor dom iets? Is dat iets nieuws? Oh, lol. Ik heb serieus nog nooit genoobtubed in dit spel. Nog nooit. Ik wist niet eens dat dat met R1 moest. Dat is fucking dom gemaakt. What the heck? Dit is niet handig. Ik heb niet zoveel range, dus ik moet daar boven niet op staan. Teammate heeft hem nog helemaal niet. Ja, ik krijg nog een assist ook. Ik zag zijn benen. Ik schoot op zijn benen. Teammate zag hem helemaal niet in eerste instantie. Dat is wel bad. En ik pak een shotgun. Dat vind ik wel leuk. Nee. Ik kan hem gelijk gebruiken. Hoppakee. Headshot, bitch. Gelijk een kill met shotgun. Leuk. God. Ze rennen allemaal weg. Dat is best wel irritant. Ik pak die shotgun weer. Want volgens mij zit er iemand onder deze trap of op. Dat kan ook. Liep er nou net niemand? Ik zweer het dat ik iemand zag lopen. Hij zat niet te lopen. Hij zat te campen en te lean. Oké, ik heb mijn hond. En daar heb ik laatst ook al over gehad. Van die gebruik ik eigenlijk alleen maar zodat hij mijn rug kan dekken. Maar dat doet hij eigenlijk helemaal niet. En ik moet eigenlijk een andere assault rifle hebben die iets meer is voor range. Want dit ding is eigenlijk net zo goed als een shotgun van dichtbij volgens mij. Voor die super hoge fire rate.
Als jullie zeggen dat ze naar buiten komen. Je kunt er niet doorheen schieten. Dat is fucking non-gemaakt. Ah, ze lopen niet naar buiten. Een beetje jammer dit. Beetje teleurstellend. Oh shit, ik dacht ik hem dood had. Ik stopte al mijn schieten. Waarom? Waarom is dit? Wat? Er staat een teammate bij hem. Ik zweer het je dat ik een blauwe naam achter die enemy zag staan. Daarboven op de dak. Ik ga niet eens maar kijken, want ik heb die range toch niet. Ik moet die weg. Oh shit, ik moet die sowieso weg. Ik ga even weg bij mijn teammates, want die worden beschoten. En loop ik er langs en dan ga ik dood. Nee, jij niet. Even regenereren. Hey hond, wat sta je dat doen? Maat. Je moet meelopen. Daarvoor heb ik je, dat je meeloopt. Ga hier maar staan. Oké, ik wil deze kant op, maar... Oppassen we de snipers. Oké, er zit er eentje tegenover mij. Die kan ik toch niet killen met die wapen. Ik vind het echt een mislukte submachine gun. Dit hoort geen assault rifle te zijn, hoor. Echt niet. Ik kan gewoon niet tegen dat ze dit een assault rifle noemen. Dat is gewoon tegen de regels. Die kerel heeft mij gezien, ik weet het zeker. Ik zweer het wie mij gezien heeft. Waar is hij heen gevlucht? Waar de fuck is die vent heen? Ik dacht ineens dat hij terugliep en toen weer naar beneden sprong en allemaal raarde. Ik dacht in eerste instantie dat hij naar beneden sprong, daarom schoot ik niet. Want toen liep hij door en toen schoot ik op hem en toen verdween hij. Kapot random. Oké, we staan achter, dat is gunstig. Ja, eigenlijk niet, want we hebben maar twee vlaggen en dan verliezen we. Ik wil zeggen, we hebben maar één vlag, hadden we maar twee vlaggen. Als we twee vlaggen hadden, dan kwamen we weer gelijk en dan zouden we uiteindelijk winnen en dan hebben we nog heel veel tijd. Maar dat is niet het geval. Maar ik wil even mijn streaks halen, dus mijn streaks haal, wat misschien lukt. Dan kunnen we wel winnen en dan duurt de match langer. En nee, die enemy heeft een hond. Niet gunstig. Shit, mijn hond. Challenge hem niet. Mijn hond heeft zijn leven gegeven voor die hond. Fantastisch. Hé, daar is nog eens een echte teammate. Hé, die wil ik meer. Kan ik niet meer honden dan teammates? Oh, ik heb een Juggernaut. Leuk. Maar ik wil eigenlijk helemaal geen Juggernaut. Niet in deze map. Juggernaut is veel te traag. Waarom heb ik een Juggernaut? Ik weet niet eens waarom. Ik ga toch mijn streaks inkallen, want ik zie het gebeuren dat ik dadelijk met die streaks zit, net als de vorige keer, helemaal aan het einde van de match en niet ingekald. Dus dat gaan we niet doen. Maar het begon wel als een leuke match. Alleen maar doodgaan, sniper. Hé, je gaat op het dak staan, maat. Ik heb een chopper, dus de beste plek waar je bent is op het dak. Oh man, serieus. Die mensen luisteren volgens mij naar mij. Denken, oh, moeten we op het dak zitten? Oké, dan gaan wij naar het dak toe. En ze spannen. Vrij, maar ja, niet allemaal. Eentje, maar volgens mij. Die zit bij mij binnen, spant en die zit er gewoon. Oké, mooi. Als jij nou even B of A gaat cappen. Goed zo. Kom daar. Let niet op die chopper die boven je hoofd hangt met die dikke minigun en alles. Ik kan niet draaien, jezus. Heb eens. Oh, easy kills. Easy kills. Kills. Easy kills. Oké. De buiten wil ik ook nog killen graag. Oh, die ook nog, want die kill is shoot. Hoppakee. Wauw, ze lopen allemaal naar buiten, man. Het zijn net miertjes die je allemaal ziet lopen. Daar liep er eentje. Oh shit, check die spawns. Ja, soms... Ah, nee, ik ben tussenuit dood gegaan, dat meen je niet. En soms dan zie je, zeg maar, dat mensen spawnen. En dan kun je beter gewoon niet op gaan schieten. Dan kun je beter maar gewoon weggaan. Want die mensen, die kunnen toch niet dood. Bijna niet. Die worden volgens mij wel gedamaged, maar dat is zo weinig. Oh, ze zitten ineens al. Oh ja, ze spawnen hier natuurlijk of zo. Misschien op het einde, anders weet ik het ook niet. Er zitten enemies binnen, dus als ik hier mijn Juggernaut inkal, dan weet ik hoe dat afloopt. Dan word ik gekilled en dan ga ik dadelijk dood op mijn eigen Juggernaut. Oppassen, waar zitten die mensen? Oh, kom hier. Nog eentje. Kom terug. Hey. Hey, la, loop nou niet weg. Teammate gaat weer voor mijn neus springen, kan ik niet rennen en dan ga ik dood nou. Ik ga je dood, ga ik weg. Oké, weet je wat? We gooien onze Juggernaut erin. Dan gaan we B-cap. Nee, losing A. Dat is alles wat ik nou wil hebben. Gelukkig heb ik die overleefd. Friendly heeft Juggernaut armor. Ja, die is van mij. Dat heb je ook goed gezien. Als ik nou die Juggernaut gebruik om B te cappen, kunnen we dit nog winnen. Ah, losing... Wow, losing Alpha. Ik zie overal enemies. Ik kan niet overal tegelijkertijd staan. Ik ben al zo traag. Oh, nou, als jullie nou A gaan doen, dan ga ik naar B toe. Hé, hey, maat. Nee. Of we gaan een C-cap. Nee, ik ga een C niet cappen. Ik ga voor B dan. Lol, dat stond ze met 2 achter elkaar. Hé, als je nou gewoon even wegrent. Waarom rennen mensen niet van mij weg? Dat is veel beter. Ik ga even cappen, want dan winnen we dit nog. Misschien toch maar goed dat ik een Juggernaut heb genomen. Vooral op deze map voor die B-vlag. Zo makkelijk even.
Waar zitten die mensen? Oh, zit hier ook nog eentje? Hier liep er net eentje. Hallo, die wil ik dood. Nee, dat is de enige die ik dood wil hebben. Alleen die kerel met die ghillie shoot. Ah, dat meen je niet, man. Dat is de enige die ik dood wil hebben, ik zweer het je. Die andere die boeide me niet. Ah, nee, gaan we nou nog verliezen? Wordt nog gesniped? Ik was in één kogel dood. Ik dacht echt dat ik gesniped was. What the fuck? Hoe overpowered is die AK? Oké, nou mogen we niet meer doodgaan. Ah, fuck, ik loop hier. Ik ga sowieso dood, want ik heb geen range. Oké, nou moet ik achter dit muurtje gaan staan. Slimste. Kom dan. Kom dan. Oké, ze komen niet. We lopen zeker achter die bus door. Dan zie ik ze niet. Oh shit, ik dacht serieus dat die enemy erachter die muur vandaan kwam. En dan moet ik snel zijn. Die hond heb ik gelukkig wel. Dit ding is op zich best sterk. Want anders, die hond die krijg je bijna nooit dood. En ik ga dood uit die killstreak. Nope. Oh juist, we gaan A-cappen jongens. Kom. Of ja, alleen ik. Nee, er zijn er twee. Waarom komen er nou net op dat moment twee? 54-10, dat is minder. Ik wil winnen, jongens. Ik ga nou echt niet meer verliezen. Nee, nou word ik dood gespawnkilled, zeker. Oké, C. Ja, fuck, ik vertrouw C niet. Ik ga heel even hierboven kijken. Ik denk dat hier iemand boven zit. Ja, we gaan verliezen. Shit. Nee, ik wil niet verliezen, man. Nou moeten we triple cap hebben als we nou nog willen winnen. Kijk waar ik dan spawn. Ik spawn bij C. Ik wist gewoon dat er iemand boven zou zitten. Want hebben ze de hele match nog gezeten. Dan ga ik nog even mee cappen. Nou, ik heb 4 caps. Ik dacht dat ik niet echt objecten speelde. Maar nog het meeste van heel mijn team. Dat is wel grappig. Hier, ze lopen gewoon mij voorbij. Ik denk van... Nup. Ai. Oh, fuck jou. Zo terecht. Keer een hitmaker. Wow. 56 om 11 op Octane. Octane is een map waar je sowieso wel veel kills kan maken. En 11 deaths is ook veel. Maar je moet nagaan van alle 11 deaths. Hoe vaak ben ik doodgegaan door sniper? 7 keer of zo? Ik weet niet, maar in ieder geval 7 keer als sniper. Daar kun je niks tegen beginnen. Dat is een beetje jammer. Nu verkoop ik toch dat je het leuk vond. Het is met een wapen wat eigenlijk ook bijna niemand gebruikt. X-ding is nog iets. Ik weet niet hoe die heet. Dat heb ik volgens mij in het begin van de video gezegd. Dus we gaan even kijken. Ik heb de hik. De ARX. Ja, dit is mijn setup, dus als je het wil weten. In ieder geval, nou, dit wapen was hem. Hij viel niet tegen. Ik geef toe dat hij niet tegenviel. Alleen soms heb je een beetje die range moment dat je dat niet kan halen. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En hoe meer likes, hoe meer video's. En tot de volgende keer. Houden we.